kunnen even de beelden laten zien. Maarten, jij hebt er ook naar gekeken. Wat vind jij hiervan? Nou, als je er vanuit een jurystandpunt naar kijkt, dan zie je dat Sanchez, die het niet bij kan houden, zijn hand uitsteekt. Door het peloton wegzakkende Sanchez, die geeft hem dan nog als een stervende zwaan een laatste duw. Hij is zijn ploeggenoot, dus je kunt ook de ploeg bestraffen. Nee, maar het mag niet. Alleen Aru heeft dit niet in eigen hand en hij weigert de hand. Dus hij doet eigenlijk het ethische enige juiste. Hij weigert die hand.